Madrid maakt zich op voor het grootste voetbalfeest van het jaar. En dat het een groot voetbalfeest is, dat kan je wel merken aan alle mensen die hier zijn gekomen. Want ze komen over heel de wereld. Mexicanen, Pakistanen, Australiërs, ga zo maar door. Maar ook zijn er zeker wat Nederlanders afgereisd. Namelijk de Ajaxiden, die hadden gehoopt dat hun ploeg vanavond in de finale zou staan. Maar ja, alles liep anders op die 8 mei. Toen Lucas Moura in de laatste minuut de 2-3 scoorde. Ik kan dat niet in woorden uitdrukken. Dat is... Kun jij het in woorden uitdrukken? Nee, ik was op mijn bruiloft, man. Kon ik niet onderuit, dus ik was vrij chagrijnig, ja. Je bruiloft nog live gaan kijken, denk ik? Ja, op mijn telefoon hebben we gekeken. Ja, in de rust liep de Polonaise, maar daarna achter een hoekje bij de bar zitten. Dan zit je beduust. Je gelooft het niet eigenlijk. Gewoon sneu. Hey, we zaten met zijn teamman bij mij in de woonkamer. En het was... Nou, laat ik de woorden maar niet halen, denk ik. Het was een drama. We hadden het al weken van tevoren allemaal geregeld. En toen waren we in de arena. En na de eerste helft dachten we, dit komt wel goed. En toch net op het einde misgelopen. Schot voor onze zuur. Wat zijn de reacties? Jullie lopen natuurlijk hier rond met je Ajax-shirt. Wat ik best wel leuk vind, wat ik ook wel knap vind. Wat zijn de reacties die jullie krijgen? Nou, tot nu toe zijn ze allemaal nog heel vriendelijk en willen ze graag met ons op de foto. Dus. En, gisteravond waren wij hier al. En, alle fans, Liverpool, zowel Tottenham, maakt niet uit, zijn gewoon trots op wat Ajax gedaan heeft. Ja. Nou ja, dan zijn wij dat ook. Ze willen zelfs met jullie op de foto. Ja. Ze zijn eigenlijk als BN'ers hier naartoe gekomen. Ze vonden eigenlijk dat wij als Ajax zijnde ook in de finale moesten zijn, ja. We hadden alles al geregeld, dus toen zijn we toch maar gegaan. Maar het blijft toch net de heenreis ook. Je hebt het er toch over van, het scheelde zo weinig of we waren er gewoon bij geweest. Zit je hier een beetje met een gek gevoel dan? Of? Dubbel gevoel, ja. Ja, dubbel gevoel, ja, dubbel gevoel. Kunnen we kijken of we nog kaartjes kunnen krijgen, maar ik denk dat we gewoon gezellig hier in de stad voetbal gaan kijken, de finale. Ja, of in het stadion, we gaan even kijken of we kaart kunnen regelen, maar het is niet echt een pre dat we erbij moeten zijn. Maar dan... Het is ook niet echt goedkoop, hè, die tickets. Nee. Dus we moeten er tegenaan lopen en anders dan wordt het gewoon een Irish pub. Maar ja, we gaan er gewoon een heel mooi feest van maken en volgend jaar staan we er wel. Kijk, dat is een goede insteek. Maar vanavond als die spelers het veld oplopen, ja, hoe zit je er dan bij? Dan ben ik toch voor de Nederlanders in de ploeg Liverpool. Dat is één ding wat zeker is, ja. Virgil van Dijk, hè? Ik heb wel gehoord dat Van der Sar in Madrid is, dus misschien kan hij jullie een beetje tegemoet komen met die laatste. We gaan hem eens opzoeken. Als je een oproep voor Van der Sar hebt, grijp jullie moment. Ja. Hé, hey, Van der Sar, geef geld. Geef geld. Zoveel mogelijk.